Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Soccer Fanshop. In 3 words, please. Lionel Messi, yeah, strong, fast, really quick, strongest of all. That's more than 3 words. You failed. All right. Hallo, goeiedag beste mensen. Welkom bij de Bonen TV. Mijn naam is Mauri. We zijn vandaag in Almere. Ik ga de mensen de vragen stellen. Beschrijf Lionel Messi in 3 woorden. We gaan hem blazen. Amor Faya. Horsefighter. Veel kijkplezier. Een hele goede middag. Mijn naam is Mauri. Hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is David. Het is me een waar genoegen. Zou jij Lionel Messi kunnen omschrijven in 3 woorden? Hoe zeg je dat? Technisch, goed en de GOAT. Dankjewel, fijne dag nog. Wat doe je met de GOAT? The greatest of all time. The greatest of all time. Is dat niet Maradona? Nee. Is dat niet Johan Cruijff? Misschien, maar dat is andere tijd ook, met andere verdedigers. Het is moeilijk te vergelijken. Dat klopt. Maar je hebt eerlijke antwoorden gegeven, dankjewel. Nou, graag gedaan. Heb je nog wat te zeggen tegen de kijkers van Rabona TV? Eigenlijk niet, sorry. Blijf vooral kijken, Amor Faya. Ja, like, subscribe, abonneer, dat is hetzelfde. Doe die notificaties aan. Dankjewel, Mappik. Respect. Lekker. Nou, fijne dag in Almere. Ja, jij ook. Dankjewel. Doei. Doei, David. Ja. Ja. Ja, ik weet echt niks. Hij is best wel bekend. Ja, hij is bekend. Hij is bekend. Ja. Hij is heel bekend. Ja. En ja, dat was het wel een beetje. Voor de rest weet ik niet echt veel. Oh, dan weet ik wel wat. Waarom neemt een Belg een ladder mee naar de supermarkt? Omdat het klein is. Nee, de prijzen liggen hoog. We draaien. Mevrouw, ja. Bedankt dat u mee wilt werken aan dit interview. Mijn naam is Mauri. Wat is uw naam? Stien Kroon. Stien Kroon, dat klinkt heel duur. Nee, is niet zo duur hoor. Is heel gewoon. Mijn vraag aan u is, kunt u Lionel Messi van FC Barcelona in Argentinië, de beste speler van de wereld, omschrijven in 3 woorden? Ja, klein. Dan beste voetballer, zeg jij. En hij komt uit Argentinië, moet ik er meer van zeggen. Maar dat is wat ik zei. Ja, ja, een goede voetballer. Ja, zeker. Ja, hij heeft niet zo goed gepresteerd met die Europese kampioenschappen. Wereldkampioenschappen. Maar wereldkampioenschappen heeft hij niet zo ver gepresteerd. Daar heeft u gelijk in. Ja, dus ze waren de gouden uit Argentinië. Dat is het enige wat ik weet. Nou, dank u wel voor uw informatie. Ja, ja, graag gedaan. En ik wens u nog een fijne dag in Almere. Ja, het zal lukken. Bedankt, hè. Dank u wel. Ja. Zeer goed. Ja, ik zei niet, 3 woorden. Zeer goede voetballer. Technisch heel goed. En ja, Argentijn, hè. Een Argentijn, ja, klopt. Een hele goede voetballer. Ja. Horsefighter. Commenting about Messi. In 3 words, please. Lionel Messi, yeah. Strong, fast, really quick, strongest of all. That's more than 3 words. You failed. All right. Let's do it again. Okay, you can ask me. That's okay, it. Thank That's you. How it's gonna look. Hello, my name is Mauri. How's your name? Hi, I'm Amara. Amara, it's a good name. Thank you. Subscribe Messi in 3 words. 3 words. He's ugly. He's small, but he's a great footballer. Yeah, he is. Thank you. And where you come from? I come from Bosnia. Bosnia. I have friends from Bosnia. So you're friends? Yeah. Oh, nice. We're friends. This is a prima accommodation. This is what? This is a prima accommodation. Do you know horsefighter? No. Horsefighter? A horsefighter is a person. A horsefighter? Horsefighter. No, like this. Horse, no. It's a person who will follow his dreams and make everything possible. Right. Possible. Yeah.
Is muy possible. I think we failed. Cut. Lionel Messi, hij is klein, hij is snel, goed met de bal. Hij kan de bal altijd goed bij zijn voeten houden. Klopt, en hij kan de bal goed plaatsen. Dat zeker weten, ja. Dat zeker weten. Dat heb je mooi omschreven. Goeiedag, welkom bij de Bonen TV. Mijn naam is Mauri. Met wie heb ik het genoegen? Sayenne. Ainoa. Sayenne, Ainoa. Dielke. Dielke. Kristal. En Kristal. Dat is een hele mooie naam. Kunnen jullie voor mij Lionel Messi omschrijven in 3 woorden? Een goede voetballer. Klein. Snel. Ja, een voetballer. Meer weet ik ook niet. Dat zijn in ieder geval 3 omschrijvingen. Vinden jullie dit ook een prima accommodatie? Ja, hij doet wel goed zijn werk, toch? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja, ja. Zeker. Zeg Cas, zou jij Lionel Messi kunnen omschrijven in 3 woorden? Snel, klein en behendig. Dat heb je strak en eenvoudig gezegd. En jij dan, Ray? Ja, ik vind hem gewoon goed. Sportief. Snel, ja, en handig. Dat is het eigenlijk wel. Handig, ja. Hij is de beste speler van de wereld. Wie is jullie favoriete voetbalspeler? Zlatan, alleen. Ik heb er geen. Wat is jouw favoriete sport? Ja, voetbal dan, denk ik. Ik heb er echt één. Zouden jullie kunnen zeggen, kennen jullie Amour Faye? Amour Faye? Amour Faye. Nee. Vurige liefde, meer vuur. Koop nu een Greenfields armbandje op onze website. Jongens, dit is een prima accommodatie waar we ons nu bevinden. Een prima accommodatie, ja. Almere heeft hier geïnvesteerd en ik vind het heel netjes. Alleen die eetdeentjes daarover vind ik een beetje op elkaar gepropt. Nou, toch meer dan genoeg terrasruimte. Ze konden wel iets verder uitbreiden, vind ik wel. Vind ik ook. Willen jullie nog wat zeggen tegen de camera? Iets sportiefs? Hi, mam. Meer niet. Nou, echt geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Nou, bedankt voor jullie tijd, jongens. Respect. Amour, vaya. Nou, beste mensen, jullie hebben het gezien. Verschillende reacties over hoe ze Messi, Lionel Messi, kunnen beschrijven in 3 woorden. We hebben een aantal leuke mensen geïnterviewd. Vond je dit nou leuk? Like dan de video. Abonneren mag, delen ook. En hebben jullie nou een volgende vraag voor de volgende keer die we kunnen stellen? Laat die dan even achter in de reacties. De Greenfield armbandjes zijn te koop op onze website. Die staat ook beschreven in de linkjes. Mensen, bedankt voor het kijken. Amour, Faya, tot de volgende video.